Tegenwoordig vindt ze het fijn om buiten te spelen. Ze kan ze nog eens praten over vroeger, toen ze nog bij nietsgoedkinderen in de klas mochten zitten. Nu mag dat niet meer. De Duitsers hebben in het midden van Den Haag in Bezemstraat een school aangewezen waar joodskinderen naartoe moeten gaan. Door buiten spelen wordt wat niet-joodskinderen op een vroeger school hebben gedaan. We hebben geschiedenisrepetitie gehad, zegt Johan. Ik had een 4. Rekenen is moeilijk, joh. We moeten breuken leren, moppert Martin. Breuken? Wat is dat? Vraagt ze. Moet je iets breken? Te moeilijk om uit te leggen. Ik snap het zelf niet, zegt Marieke. Soms vergeten niet-joodskinderen dat ze niet op school was. Ze zeggen dingen tegen elkaar waar ze niets van begrijpt. Flauw, hè? Dat vandaag met geen gijs om de wereld mochten doen. Juffrouw Tellert had een rotbui, klaagt Klaartje. Maar het was wel een beetje onze eigen schuld. Zo is het. Waar hebben ze het over? Denkt ze. Laat maar, ik vraag niks. We gaan verstoppertje doen, Rachel. Jij bent hem. Ze doen de handen voor haar ogen. 10, 20, 30, 80, 90, 100. Ik kom. Wie niet weg is, wordt gezien. Ze kijkt in de lege straat. Nergens een kind te ontdekken. Nu moet ze gaan zoeken. Ze kijkt achter het muurtje. Ze kijkt onder de bank. Ze kijkt achter de boom. Ze hebben zich goed verstopt. Fluistert zichzelf. In de verte lacht een kind. Zo, lacht Marieke. Ze loopt in de richting van het park. Het gelach wordt duidelijker. Sst, daar komt ze, hoort ze iemand zeggen. Ze loopt een paar stappen het park in. Daarachter die dik eik zullen ze wel zitten. Ineens ziet ze witte bord met zwarte letters. Het bord dat ze zo vaak heeft gezien. Verboden voor Joden staat erop. Ze kan niet meer meedoen voor stoppertje spelen. Mag ze niet van de moffen, alleen niet-Joodse kinderen mogen dat. Ze loopt het park uit, ze zal naar huis gaan en daar gaan zitten lezen. Dat mag wel. 1, 2, 3, beeldvrij roept Johan. 1, 2, 3, beeldvrij roept Marieke. Vandaag moest ze voor de eerste keer naar school met een gele ster op haar jas. Een grote gele ster. In het midden staat het woord Jood, zodat iedereen kan zien dat het Jood is. Het moet van de moffen en ze vindt het vreselijk. Gisteravond heeft moeder niets anders gedaan, stond de sterren op naaien. Ik zie sterretjes, heeft moeder gezegd. En ze moest er nog om lachen ook. Ik breng jullie naar de tram, zegt papa. Kom maar, schiet op, anders komen jullie te laat op school. Ze doen een jas aan. Wat is de ster groot? Die van S is nog groter dan die van haar. Dat lijkt zo, legt vader uit. Esther heeft zo'n klein lijf, daarom is ze net of haar ster groter is. Als ze bij de tram halte komen, zien ze veel andere mensen met sterren. Grote en kleine mensen. Allemaal Joden, zei een oude meneer. Gisteren wist ik niet dat het Joden zijn, al had ik het wel gedacht. Je moet je schooltas gewoon onder je arm houden en niet tegen je ster. Ze krijgt een kleur. Vader heeft gezien dat ze probeerde haar ster te verbergen. Het is moeilijk, maar als je ze nu niet verstopt, ben je snel ze doorheen. Als de oorlog is afgelopen, gaan we een groot vuur maken. En dan gooien we alle sterren van de hele wereld erin. Dat zou lekker stinken, zegt ze. Hij stinkt nu ook, zegt Leo. Ik rook het toen ik mijn jas aan deed. Kinderen, daar komt de tram, roept vader. Nu gaat het gebeuren. Nu moet ze voor de eerste keer in de tram. Met die afschuwelijke ster. Kom maar binnen, roept de trambestuurder. Nu wordt het echt voor jou in mijn tram. Arme kinderen met een gele narcissenjas. Ik wou dat ik er ook een mocht dragen. Als ze allemaal binnen zijn, beginnen een heleboel mensen te klappen. Net zoals aan het einde van het toneelstuk. Ze begrijpt er niks van. Een meneer stond in haar zij. Buigen, zoals voor jullie sterren. Ze durft niet te bewegen. Wat is dat? Klappen de mensen voor die grote gele ster? Ze kijken elkaar aan. Ze klappen voor ons, roept Leo. En hij begint te buigen. Dank u wel, mensen, dank u wel. Een paar mensen klappen niet mee. Ze kijken voor zich uit. Leo loopt naar een van die mensen toe. Mevrouw, wilt u ook een ster? Morgen zal ik er een voor u meebrengen. U ook een ster, meneer? Donderop, Jodenjong, zegt de man. En tegen de vrouw die naast hem zit, zegt hij. Ze zijn niet aan het krijgen, die grote Joden niet. En de kleine Joden ook niet.